Ik vind het sowieso goed dat dit gebeurt. Het is wel echt nodig. Je ziet het ook aan de stellingen en de discussie die er ontstaat aan tafel. Dat het leeft wel, de onderwerpen die we besproken hebben. Dus ja, heel tof. 5 stellingen hebben we voorgelegd aan de mensen thuis. Dezelfde stelling als die we aan tafel besproken hebben. En de mensen konden eens of oneens stemmen. En vervolgens zag je zag gewoon heel veel tegenstellingen. Dus je kreeg van allerlei kanten kreeg je reacties binnen. Dus ja, ik ben heel blij. Er was eentje waar ik om moest lachen. Moet ik hem even erbij halen. Dat was over de laatste stelling of de overheid meer een actieve rol moet nemen. En de reactie was, de overheid is zelf de meest digibete partij die er bestaat. Dus ik stem nee. Ik denk niet dat ik zozeer van het standpunt ben gewijzigd, maar dat ik meer andere inzichten heb gekregen. Hè. Dus je hebt technische mensen aan tafel zitten, je hebt security mensen aan tafel zitten, je hebt de politie. Een soort van de overheid dus aan tafel zitten. Dus ik vind al die verschillende invalshoeken vind ik wel heel erg interessant.